Why did the world wait so long? 100 jaar geleden veroverden ze de wereld en nu zijn ze terug. Het Drents Museum presenteert aan de hand van 80 schilderijen en 40 werken op papier een van de belangrijkste Britse kunstenaarsgroepen rond 1900, de Glasgow Boys. The Boys was een zelfgekozen naam van een groep Schotse kunstenaars. They really represented the leading avant-garde group of artists working in Scotland. Met gedeelde interesses en ambities en met de stad Glasgow als bindende factor trokken ze als een wervelwind door Europa, Afrika en Japan op zoek naar inspiratie. De schilders van het Franse impressionisme, Barbizon en de Haagse school vormden een belangrijke inspiratiebron voor deze fascinerende schildersgroep. In dit schilderij kan je heel mooi zien hoe James Guthrie, de schilder, experimenteert met het impressionisme. En je ziet hoe hij het licht laat dansen over het wit van de jurk van de vrouwen die aan het thee drinken zijn. De kracht van de Glasgow Boys was dat zij zich niet alleen allerlei invloeden eigen maakten, maar ook verwerkten tot fris en vernieuwend werk. They became very popular and very accepted. Alle Schotse musea hebben hun werken uit de eregalerijen gehaald en aan ons willen uitlenen. It's really taken all of us quite by surprise by bringing the Glasgow Boys back to Europe. En dat is allemaal nu in Assen, dus ja, we zijn echt ongelooflijk blij. De Glasgow Boys, Schots impressionisme, van 1880 tot 1900. Nu te zien in het Drents Museum in Assen.